Je hebt besloten niet meer voor het Nederlands elftal te willen uitkomen. Kan je uitleggen waarom? Ja, ik ben met plezier in hockey verloren afgelopen jaar. Ja, ik vond het heel, het was heel zwaar om elke keer naar de trainingen te gaan. Ja, veel energie kostte me dat en ik vond het spel ook niet meer echt leuk. Ik zag het ook echt in mijn eigen hockeyspel terug. Ik was niet de beste versie van mezelf. Ik hockeyde gewoon echt totaal niet goed ook. En dat irriteerde me dan elke dag, elke training. Ja, en dan, ja, dan op een gegeven moment je dan eigenlijk denk van ja, waar ligt het aan? En ik weet niet echt waar het aan ligt. Alleen ik wist wel dat ik op dit moment eventjes niet meer verder moest gaan in Nederlands elftal. Hoe ben je tot deze beslissing gekomen? Heb je veel met anderen gesproken ook? Of was het echt je eigen ingeving op een gegeven moment dat je wakker werd en zei van nou, tot hier en niet verder? Nou, dat was eigenlijk het moment dat ik afviel voor het EK. Toen dacht ik meteen, ik ben er klaar mee. Maar ja, dat is natuurlijk een hele emotionele reactie. Dus toen heb ik er natuurlijk met heel veel mensen over gehad. Met mijn familie, met mijn vrienden. Een paar keer nog even gehuild op vakantie over hockey. Moest niet aan hockey denken. En toen wist ik eigenlijk wel zeker, toen ik toch wel op vakantie van, ik moet, ga iets anders doen met mijn leven dan op dit moment hockey. Het kostte me allemaal zoveel energie en het kwam er ook allemaal niet uit hoe ik het eruit wilde laten komen. Dus ja, was jammer. Ja, wat bedoel je dan? Dat het er niet uit kwam? Onder andere het missen van de Spelen ook? Ja, missen van EK. Nou, het is sowieso geen goed seizoen gehockeyd voor mijn gevoel. Ja, geen goede interland gespeeld. Geen goede play-offs, geen EK, geen Spelen. Terwijl je er wel alles voor doet en het super veel energie kost. Dus, ja. Ja, hoor je nog wel bij je club, Stichtse. Ja. Heb je daar ook overwogen om daar ook mee te stoppen of was dat geen optie? Ja, het is zeker wel in mijn hoofd gekomen om daar misschien even een halfjaartje rust van te nemen of even een half jaar niet met hockey bezig te zijn. Maar ja, toch, het is een superleuk team en ik dacht ik kan mijn team niet laten schieten. Ik ga gewoon zorgen dat ik het oplos. Zonder van mijn eigen team weg te stappen. Dat gaat nu al een stuk beter dan in het begin, toen we weer begonnen met voorbereiding. Alleen, ik vind het nog steeds wel lastig. Ja, wat vind je dan lastig om plezier weer terug te vinden ook daarin? Ja, elke keer toch weer op te laden voor de training. Zin hebben in een training. Wedstrijden sowieso 100% zin in. Alleen trainingen denk ik soms van ja, niet heel veel zin in nog, nee. En hoe heb je in de zomer dan afstand genomen van het hockey? Want je had dus door het missen van het spelen in één keer een zomer vrij, als het ware. Ja, mijn zomer, ik heb echt een topzomervakantie gehad. Ja? Ik ben toen 2 maanden gewoon niet met hockey bezig zijn. Iedereen heb ik uitgezet, eigenlijk op Instagram, zoveel mogelijk. Ik heb meteen hockey.nl verwijderd. Ik heb echt van alles gedaan om niks van hockey te zien. Gewoon, alles ging weer open hier zo. Dus het terras ging weer open. Iedereen kon weer naar buiten. Het was lekker weer. Ik ben een maand op vakantie geweest naar het buitenland. Echt van overal naartoe. Ik heb de auto gepakt en ben gewoon weggegaan. En dat heeft me echt super veel rust gegeven. Heb je de Spelen wel gekeken of ook helemaal laten schieten? Nee, ik heb de hockeywedstrijden af en toe wel gekeken. Maar meer voor een vriendin van mij. Ik wilde gewoon zien hoe zij de Spelen heeft gespeeld. Xander Waard? Ja, Xander Waard, ja. Wat dacht je als je haar zag hockeyen, als je het Nederlands elftal zag hockeyen? Ik dacht eigenlijk echt helemaal niks. Ik dacht, ja, ik was eigenlijk wel blij dat ik gewoon op vakantie was. En ja, dat is ook het hele rare. Ik was blij voor ze, maar het maakte voor mijn gevoel niks echt iets uit. Dus, ja, het was heel raar. Deed je niet zo heel veel? Nee, het deed me niet zo heel veel. Dus ik denk uiteindelijk wel echt een goede keus dat ik even afstand neem van het Nederlands elftal. Heeft de bondscoach ook gesproken, Alice en NN? Ja, klopt. Ik had daar eind augustus geappt of we even een koffietje konden gaan doen. En toen met haar gewoon een uurtje gezeten, heel chill erover gepraat. Ze snapte me volledig. Dus dat was ook goed. Ja, heeft ze je nog proberen over te halen of stond nee, ze begreep ze het helemaal? Nee, ik was ook heel zeker. Ik zei het ook meteen tegen haar. Ik was ook heel zeker van de zaak dat ik op dit moment even afstand moet nemen van Nederlands elftal. Je bent natuurlijk nog jong. Betekent dit ook dat je in de toekomst de deur dichtgooit? Of? Nee, zeker niet. Nee, ik weet niet of ik ooit nog aansluit. Misschien is het over een jaar, misschien. Ik heb geen idee nog. Nee.